Tegenwoordig is iedereen constant online. We hebben mobieltjes, spelen games, delen foto's. Helemaal te gek natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn er digitale dieven actief. Gemeentes, ziekenhuizen, scholen worden allemaal gehackt. Maar ook de mensen in jouw omgeving zijn lang niet altijd veilig. Terwijl dit vaak makkelijk te voorkomen is. Het is tijd dat er iemand in actie komt. Iemand die mensen leert zich te wapenen tegen de bad guys. Iemand zoals jij. Jij bent jong, nieuwsgierig en je leert snel. Speel Hackshield en train jezelf tot cyberagent. De wereld heeft je nodig. Nu en voor de toekomst. Dit is geen grap, dit is bloedserieus. Het bewijs wordt geleverd in de volgende video. Kijk maar. Hoi, ik ben Rob, wijkagent in Westvoorne. Ik ben Peter de Jong, burgemeester van Westvoorne. En waarschijnlijk weet jij veel meer over het internet dan je ouders, je opa en oma, dan ik. Wil je helpen het internet veiliger te maken? Word dan cyberagent in Westvoorne. Want dieven zijn niet alleen op straat te vinden, maar ook op het internet. Als cyberagent leer je hoe criminelen te werk gaan op het internet. Wij hebben jullie hulp nodig in de strijd tegen digitale dieven. Digitale dieven. Als cyberagent help je ons, de burgemeester en de politie en maak je het internet een stuk veiliger. Jij beschermt je vader, moeder, opa en oma tegen internetcriminelen. Wil jij helpen het internet veiliger te maken? Meld je aan bij Hackshield. Ik reken op jou. De politie en Bumper zijn op zoek naar jullie hulp. Moeten jullie je ouders, je opa's en je oma's nog altijd uitleggen hoe TikTok werkt? Of Snapchat bijvoorbeeld, dan kun je ze waarschijnlijk ook uitleggen wat de risico's zijn van cybercriminaliteit. Wil je meer weten? Ga naar Hackshield en kijk hoe je de politie kunt helpen. Bedankt vast daarvoor. Bump, wat vind jij ervan? Zie je? Zie je? De boodschap is duidelijk. Wij hebben jou nodig. Speel Hackshield, geef je op en word cyberagent in... Wil je weten hoe? Ga naar www.joinhackshield.nl. Het is tijd voor actie!